Welkom bij Pilates met Janneke. Ik heb weer een heerlijke sessie voor je klaarstaan. Dit keer een echte buikspierles. Dus bereid je maar voor op buikspieren die flink aan het werk gaan. Deze les duurt niet zo lang, maar hij is wel redelijk intens. Dus we gaan al vanaf het begin meteen goed aan het werk. Een paar dingen die belangrijk zijn. Als je aan je buikspieren werkt, is het ook belangrijk dat je je rugspieren versterkt en beschermt. Dus tijdens de les zal ik ook vaak zeggen, trek je buikspieren goed naar binnen. Doe dat ook vooral en duw ook goed je onderrug in de mat. Zodra je voelt dat het niet lekker is in je onderrug, dus als je een beetje pijn krijgt in je onderrug, dan moet je de oefening een klein beetje aanpassen. Dat zal ik ook tijdens de les steeds wel even vertellen waar je dan op moet letten. Maar heel belangrijk is, geen pijn in je onderrug. Dat is wat we niet willen. We willen buikspieren die aan het werk zijn en een onderrug die goed voelt. Genoeg gezegd, we gaan lekker beginnen. Zoals ik al zei, we gaan meteen van start. Dus wat je mag doen is, je komt in eerste instantie staan op je mat. Nou, je zet je voeten recht onder het bekken en dan maak je jezelf in eerste instantie even helemaal lang. Dan ga je nu al die buikspieren een beetje naar binnen trekken, alsof je een net iets te strakke broek aantrekt. Dat gevoel moet je hebben. Stuitje laat je naar beneden zakken en dan gaan we 3 keer op en afrollen en bij de 3e keer blijven we beneden. Je ademt in, op een uitademing breng je je kin naar je borst en dan rol je wervel voor wervel naar voren. Je mag je knieën een beetje buigen. Beneden adem je in, op een uitademing stapel je jezelf weer op door goed je buikspieren aan te trekken. En dan kom je weer helemaal rechtop staan. Bovenin adem je in en op een uitademing rol je weer af. Alsof je jezelf van een denkbeeldige muur afpelt die achter je staat. Beneden adem je in, op een uitademing lift je die buik en dan stapel je jezelf door die buikspieren te gebruiken weer rechtop. Laatste keer en dan blijven we beneden. Kin naar de borst, armen zijn ontspannen als een soort spaghetti, hangen ze naar beneden. En als je dan beneden bent, dan zet je je handen op de mat. Dan buig je je knieën, je mag je vingerpunten op de mat zetten. En dan gaan we 6 keer de benen strekken en buigen. Strekken, buigen. En 5. En buig. En 4. En terug. 3. En laatste 2. En laatste strek. En buig. En dan strek je je benen weer. En dan zet je even die handen nog wat steviger op de mat. Als dat lukt, probeer dat maar met gestrekte benen. Ik weet dat het lastig is. En dan gaan we op de tenen komen. Dan lift je je hakken van de mat. Kijk, en als je benen een beetje gebogen zijn, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Probeer ze te strekken. Dan mag je de knieën met je gelifte hakken buigen. En dan kom je vooraan je mat zitten. Kom goed recht op je zitbordje zitten. Je strekt je benen uit naar voren. Dan gaan we straks 6 keer op- en afrollen. En dit keer mag je best een beetje vaart gebruiken. Ze willen die buikspieren aan het werk zetten. Het belangrijkste is dat je omhoog komt gerold. Lukt dat nou niet, dan mag je altijd even de achterkant van je been vastpakken. Dat doe ik zo even voor. Je strekt je armen uit, je komt goed rechtop zitten. Je ademt in op een uitademing, kantel je bekken, rol je op je mat. Je ademt in en op een uitademing rol je jezelf weer van je mat af. En dan rol je rond naar voren. Inademen, uitademen, meteen weer afrollen. Armen naar het plafond, inademen, uitademen. En 5. Rol naar voren. En rol weer naar achter. Kom je nou niet omhoog, dan buig je een knie. En dan help je jezelf als je omhoog moet rollen. Laatste 3. Armen naar het plafond. Inademen en echt op een uitademing. Navel intrekken alsof je over iets ronds heen rolt. Zo rol je naar voren. Laatste 2. Uitademen, navel in, rol en laatste. En zoals ik al zei, je mag best een beetje vaart gebruiken om goed omhoog te komen. En dan rollen we de laatste keer weer af. En dan leg je alles op de mat. Je brengt je benen in tabletop. Dat betekent knieën recht boven het bekken. De benen zijn los van elkaar, dus ze zitten niet tegen elkaar aangeplakt. En dan strek je de armen naar het plafond. Handpalmen zijn naar elkaar toe. Nu is het al heel belangrijk dat je goed die buik intrekt en dat je goed voelt dat die onderrug in de mat is. Dan mag je best je bekken een klein beetje voor kantelen. Belangrijk dat de onderrug
contact maakt met de mat. Dan strekken we op een inademing de rechterarm langs het oor weg en je linkerbeen strek je ver van je vandaan. En dan breng je alles weer terug op een uitademing en dan wisselen we van kant. Linkerarm, rechterbeen en terug. En ga door, wissel. Hoe lager jij je been uitstrekt, hoe zwaarder het voor je buikspieren is. Nou, hoe kan je nou checken of je goed, of je eigenlijk net niet een beetje te veel doet? Nou, je wil hier dat niet je onderrug uit de mat komt. Dus die moet stevig in de mat blijven. Het helpt als je je onderste rib naar je heupen toestuurt. Dat helpt ook om die buikspieren extra aan het werk te zetten. We doen allebei de kanten nog 2 keer. En 2. En laatste. En laatste. Dan hou je je benen omhoog in tabletop. Dan vouw je je handen ineen. En dan leg je je hoofd in je handen. Nou, de volgende oefening mag je ofwel met je hoofd zo op de mat doen. Klein beetje je ellebogen liften. Of je rolt omhoog met hoofd en schouders. Navel goed intrekken. En dan trekken we de rechterknie naar ons toe. Linkerbeen van ons af. En dan gaan we wisselen. Voor 7. En 7. En 6. En 6. Goed zo, hou vol. 5. En 5. 4. 4. 3. 3. 2. 2. Laatste. Laatste. Hou je knieën boven. Leg je hoofd even op de mat. Adem even in. Check of die onderrug nog in de mat zit. En op een uitademing rol je weer omhoog. Of je houdt je hoofd op de mat. Je strekt je benen uit naar het plafond. En dan gaan we met gestrekte benen. Linkerbeen van je af. Rechterbeen naar je toe. En wissel. En 7. 7. 6. Lange, lange benen. 5. 5. 4. 4, 3, 3, blijf goed omhoog, 2, 2, laatste, laatste, keurig. En dan leg je hoofd en schouders op de mat en dan zet je je voeten op de mat. Zet ze maar een beetje bij je billen in de buurt, want we gaan even omhoog rollen in een shoulder bridge. En dan wil je je voeten niet te ver bij je vandaan hebben staan. Voeten staan op bekkenbreedte. Je ademt in en dan kantel je je bekken, onderrug komt in de mat en dan peil je jezelf wervel voor wervel van de mat af. Heupen komen omhoog, alle 10 de tenen in de mat, trek je navel maar een beetje in en dan kijk je of je je ribbenkast een klein beetje kunt laten zakken, terwijl je je heup een beetje lift en dan stuur je die knieën en die heupen ver bij je vandaan, alsof iemand je aan je onderlichaam trekt. Je ademt in, op een uitademing rol je weer af, wervel voor wervel. Leg jezelf weer helemaal op de mat, op een uitademing. En als alles dan weer op de mat ligt, dan breng je je benen weer in tabletop. Ze komen dit keer niet tegen elkaar aan. Dan vouw je de handen weer ineen en dan kies je weer of je je hoofd op de mat houdt of dat je omhoog rolt met hoofd en schouders. Dan gaan we naar de tapping toes. Wat we gaan doen is, we laten het linkerbeen een klein stukje van ons afzakken en we trekken het weer terug omhoog. En dan doen we dat met rechts en op. Ik vind het fijn om in te ademen als mijn been van me afgaat en uit te ademen om dat been weer terug te brengen. Nou, belangrijk hier is, onderrug hou je in de mat. Hoe lager, hoe zwaarder voor die buikspieren. Dus check voor jezelf hoe laag je met je been wil gaan. We doen allebei de kanten nog 4. En 4. En 3. En ja, dit is heel hard werken. Ik moet ook heel hard werken. Blijf wel omhoog als je omhoog gerold was. En we doen allebei de kanten nog 1. En laatste. En dan leg je hoofd en schouders weer op de mat. Trek even je knieën naar je borst. Cirkel even met die knieën. Even die onderrug masseren. Dan houden we allemaal de armen op de mat en het hoofd. Dan plak je die benen tegen elkaar aan. Dus weer in tabletop. En dan is het echt alsof je benen één geheel zijn. Zitbotjes naar elkaar toe brengen. Alsof je een dubbeltje tussen je billen samen knijpt. En dan weer heel goed die navel in. Onderrug in de mat. En dan gaan we de benen een klein stukje laten zakken. En op een uitademing trek je die navel in en terug. Inademen, zakken.
En uitademen terug. Nog 6. Inademen, zakken. En uitademen, nog meer die buik intrekken. En ook hier blijft die ribbenkast naar je heupen sturen. En 5. Hoe lager, hoe zwaarder. En let erop, hè, je benen zitten in het gips. Dus het is echt dijbenen van je af en dijbenen weer terug. Alsof iemand die dijbenen van je aftrekt, duwt. En je trekt met je buikspieren, trek je ze weer terug. Laatste 2. Goed zo. Armen houden we op de mat. En laatste. En terug. Keurig. Dan hou je je benen in tabletop. Armen strek je uit naar het plafond. Dan gaan we allemaal omhoog rollen met hoofd en schouders. Inademen, uitademen, rol omhoog en strek je benen weg. En terug. Nog 7. Uitademen, oprollen, lengte in armen en benen. En terug. Hoe lager jij je benen uitstrekt, hoe meer je die buikspieren aan het werk zet. Kies voor jezelf wat past bij jou. En nog 4. En omhoog rollen en wegstrekken. En 3. Laatste 2. Hou vol. Heel goed. Bij de laatste blijven we omhoog. Uitademen en dan blijven we hier voor 5. 4. Trek nog meer die navel in. 2. 1. En goed zo. Breng je alles terug. Armen op de mat. Benen houden we in tabletop. Hou nog even vol. Straks kunnen we even pauzeren. Wat we gaan doen is we gaan weer extra die navel naar binnen trekken. Onderrug in de mat. En dan gaan we een klein stukje de billen opliften van de mat. Dus je stuitje komt op omhoog. En nog 7. En probeer niet alles met je armen te doen. Dus probeer ook die buikspieren te gebruiken. Nog 4. Het is alsof je naar achter gaat rollen. 3. 2. Laatste. Heel goed. En dan mag je je voeten even op de mat zetten. En dan breng je je benen weer terug in tabletop. Dan pak je de achterkanten van je benen vast, je hamstrings. Lift je je hoofd van de mat en dan rol je omhoog tot zit. Dan kruis je je voeten. En dan kom je over je voeten heen op handen en knieën. Op handen en knieën zet je goed je handen onder je schouders en je knieën onder het bekken. Dan mag je meteen je tenen omkrullen en dan ga je in eerste instantie die buik liften. Alsof je een waterstraal tegen die buik aan voelt spuiten en je wil die waterstraal zo lang mogelijk vermijden. Dat is een beetje het gevoel wat je moet hebben. Stuit je wijs naar achter en dan ga je je knieën liften. En dan heb je heel veel buikspieren nodig om die onderrug goed sterk te houden. En dan duwen we de billen naar achter, naar de hakken toe en dan kom je terug. En dan doen we nog 7. En terug. En 6. Blijf je goed uit je schouders omhoog duwen. En 5. En terug. En 4. Terug. 3. Keurig. Terug. 2. En terug. En laatste. Heel goed. En dan mag je je knieën even op de mat zetten. Even in een child's pose komen. Inademen. Uitademen. Kom weer terug. En dan krul je de tenen weer om. Dan lift je de hakken weer. Trek je je buikspieren weer in. En dan gaan we naar een oefening die ik een klein beetje ga uitleggen. Maar je moet vooral gewoon lekker meedoen. Je twist je knieën naar links. Dan breng je je linkerhand tegen je achterhoofd. En dan strek je je onderste been, dat is je rechterbeen, uit. We gaan het nog een paar keer doen, dus het komt goed. En dan kom je weer terug. En dan twist je de andere kant op. Dan lift je je rechterhand, kom tegen het achterhoofd en dan strek je je linkerbeen uit. En terug. Dus het is steeds het onderste been dat je uitstrekt. Dat is het idee. En het is eigenlijk een stuk minder moeilijk dan het eruit ziet, vind ik althans zelf. Dus eigenlijk twist je gewoon, strek je onderste been uit, hand tegen het achterhoofd en dan gaan we lekker door. Het is ook een beetje speels. Het hoeft niet altijd allemaal zo serieus te zijn. Maar je hele lijf is hier aan het werk. We doen allebei de kanten hierna nog 1 keer. En twist. En strek. En terug. En twist. En strek. En terug. En dan mag je je knieën op de mat zetten. Heel goed.
Hou je tenen omgekruld, want we duwen meteen de billen naar het plafond. En dan komen we in een driehoekje. De pike. Mag je je hakken even naar de mat laten zakken. En probeer je je benen zoveel mogelijk te strekken. En dan maak je de achterkanten van je benen helemaal lang. En dan buig je de knieën weer. En dan draai je naar de lange kant van je mat toe op je knieën. Dan zet je je linkerknie onder je en dan strek je je rechterbeen uit. Nou, belangrijk in deze positie is dat je goed je heupen naar voren brengt. Dus laat ze niet achter je, maar breng ze naar voren. Ook hier weer die buikspieren aantrekken. En dan strek je je armen uit opzij. Je rechtervoet is op de mat. Maak jezelf helemaal lang. Schouders laag. En dan reiken we opzij. Alsof iemand je aan je hand trekt opzij. En dan zijn je armen in een mooie diagonale lijn. En dan twist je je ribbenkast naar de mat. Neem je armen mee. En dan kom je weer terug. En op. Doen we nog 7. Reiken. Twisten. En terug. En op. En hier wil je echt die schuine buikspieren aan het werk zetten. Dat is het idee. Dus je schuine buikspieren reiken opzij en die trekken je ook weer terug omhoog. Als ik goed geteld heb, zijn het er nog 4. En op. En goed zo. 3. Reik ver, hè? Alsof echt iemand je aan je hand trekt en je houdt het nog maar net voordat je omvalt. Dat gevoel wil je een beetje hebben. Laatste 2. En op. En laatste. Heel goed. Twisten. Twist de ribbenkast. En op. En dan mag je even de andere kant opbuigen. Een mooie counter stretch. Maak het even helemaal lang aan de linkerkant van je lichaam. En dan mag je beide handen op de mat zetten. Dan draai je weer naar de korte kant van de mat. Zet je schouders, je knieën goed onder je bekken. En dan strekken we het linkerbeen uit naar achter. Krul je teen om. En dan doe je dat ook met je rechterbeen. En dan ben je in een plank. En dan trek je weer heel veel buik in. En stuit je naar je hakken toe. En dan trekken we de linkerknie in en terug. En rechts. En links. En rechts. Nog 6. 5. Hou vol. 5. Heel goed. 3. 3. Navel in. 2. 2. Laatste. 1. 1. Keurig. En dan mag je knieën even op de mat leggen. En dan kom je even in een child's pose. Adem even in en uit. Even je adem terugvinden. Sowieso belangrijk om gedurende de hele les wel te blijven ademhalen. Niet je adem in te houden. Inademen, uitademen. Kom weer terug. En dan zet je je andere knie, dit keer je rechterknie, onder je. Dan strekken we het linkerbeen uit. En dan zorg je weer dat je heupen goed naar voren wijzen. Dat je weer je buikspieren aangespannen hebt. Strek je je armen opzij. En dan gaan we de andere kant doen. En opnieuw schouders mooi laag. Rijk opzij. Alsof iemand je aan je rechterhand trekt. En dan twisten we. En dan kom je weer terug. Goed zo. Doen we nog 7. Rijken. Twisten. En terug. En rijk. En twist. En terug. En het is echt alsof je het bijna niet meer houdt. Zo ver rijk je opzij. En dan is het echt die schuine buikspier hier die jou omhoog helpt. We doen er nog 4. En omhoog. 3. En twist. En omhoog. Laatste 2. En rijk. Twist. En omhoog. En laatste. En twist. En terug. En dan geef je jezelf nog even een heerlijke stretch de andere kant op. Maak de rechterkant van je lichaam super lang. Strek je rechterarm ver van je vandaan. En dan kom je weer terug. En dan kom je weer op handen en knieën. Dan strekken we het rechterbeen uit. En dan linkerbeen, krul je tenen om. En dan kom je weer in een plank. En dan gaan we 4 keer het linkerbeen liften en 4 keer het rechterbeen. Is dat te zwaar, dan zet je 1 knietje op de mat en dan doe je het met een knie op de mat. Dus kies voor jezelf wat het beste werkt. Daar gaan we. We beginnen met links. Punt je linkerteen. Lift voor 4. 3.
hou je navel goed in. 2. En laatste. En dan krul je je teen om en dan gaan we meteen door naar de andere kant. Maak je been super lang, punt je teen. Dan gaan we 4. En 3. En 2. En laatste. En goed zo. Krul je teen. Breng je voeten op de knie op de mat. Dan kom je nog even in een child's pose. Adem even in en uit. Heel goed gedaan. Breng je handen weer op de mat. Of je schouders weer boven je handen. Krul je tenen om. Breng je heupen naar het plafond. Hakken naar de mat. En dan loop je met je handen naar je voeten toe. En dan mag je wervel voor wervel omhoog rollen totdat je rechtop staat. Kom vooraan je mat staan, zodat je ruimte hebt om af te rollen naar achter. We gaan een leuke oefening doen die je vaak kunt oefenen, die ontzettend goed is voor je en waar je ook je buikspieren voor nodig hebt. In eerste instantie breng je je handen tegen elkaar aan voor je borst. Je kruist je rechtervoet over je linkervoet, je buigt je knieën, je komt zitten, je gebruikt je handen, je rolt naar achter met je benen over je hoofd. En dan ga je kijken of je in dezelfde positie zonder handen weer omhoog kunt komen. Lukt het nou niet helemaal, dan mag je je handen gebruiken. Dat ziet er als volgt uit. Buig je knieën, kom zitten. Rol naar achter en dan hou je je handen op de mat. En dan help je jezelf omhoog. Ook helemaal prima. Je merkt het vanzelf wel wanneer het zonder handen lukt. Dan blijf je gewoon lekker oefenen. Dat is het idee hier. En ja, natuurlijk mag je een beetje vaart gebruiken. Je zou gek zijn als je dat niet doet. Want je hebt die vaart, je hebt die benen naar achter gegooid. En dan kom je weer terug. Gaan we van kant wisselen. Breng je linkerbeen voor. Handen voor je borst. Buig je knieën. Rol naar achter. En kom weer terug omhoog. Nog 3. Dus kies voor jezelf of je het zonder of met handen doet. Maar probeer het natuurlijk wel even zonder handen. En blijf dat tussendoor ook gewoon proberen. Want wie weet, lukt het op een goede dag ineens wel. Zo werkt dat met dit soort dingen. En dat was de laatste. Heel goed. Zet je je voeten even naast elkaar. Dan buig je je knieën. Zet je je voeten op de mat, je handen op de mat. Strek je je linkerbeen uit en je rechterbeen. En dan breng je jezelf op je buik op de mat. Je handen zijn ietsje voor je schouders. Je trekt nu al lichtjes je navel in. Je stuitje stuur je naar achter. En dan voel je dat een klein holletje onder je buik kan ontstaan. Dat idee moet je een beetje hebben. Als het er niet is, maakt het natuurlijk niet uit. Maar het gevoel alsof je je buik van de mat aflift. Dat wil je een klein beetje voelen. Dan adem je in. Op een uitademing rol je je schouders naar achter. En dan open je borst. En dan mag je best je handen een beetje voor gebruiken. Maar hou je schouders goed laag. En als dit zover is als jij komt, is dat ook helemaal prima. Wil je nog hoger, mag ook. Maar dit mag je niet in je onderrug voelen. Althans, het mag geen pijn doen in je onderrug. Inademen en op een uitademing leg je jezelf weer neer. En dan duw je jezelf omhoog. En dan kom je in een lekkere child's pose. En vanuit die child's pose kom je weer op handen en knieën. En dan kom je naar de voorkant van de mat en dan kom je aan de voorkant van je mat zitten. Zodat je weer naar achter kunt afrollen. Dan strekken we het rechterbeen uit naar voren en dan pak je je rechterbeen bij de enkel vast. Nou, in deze positie is het natuurlijk vrij verleidelijk om lekker zo te gaan zitten. Maar dat is niet wat we gaan doen. We gaan die buikspieren gebruiken, die trekken we in. En dan proberen we met onze rugspieren zo rechtop mogelijk komen te zitten, terwijl je been lang is. Nou, denk je, nou ja, dit lukt niet, dan mag je je been ook een heel stuk lager brengen. Dus kijk voor jezelf hoe hoog je dat been kunt brengen, terwijl jij goed rechtop zit. Andere voet is op de mat. En dan gaan we in 3 stappen naar beneden lopen over dat been, terwijl we afrollen op de mat. Dan breng je je armen langs je oren naar achter. Been is uitgestrekt naar het plafond. Wijde cirkel met je armen. En dan loop je weer in 3 stappen langs je been omhoog, terwijl je jezelf omhoog rolt. We kunnen het nog een paar keer oefenen. We doen dit nog 4 keer. Dus kom goed rechtop zitten. Dan kantel je je bek. En dan loop je langs je been naar beneden. Been is uitgestrekt. Armen langs de oren. Wijde cirkel en dan loop je weer omhoog
En dan kom je weer rechtop zitten. Nog drie. Kantelen. Lopen. Armen langs je oren. Wijde cirkel. En omhoog. En ja, je mag je proberen een vloeiende beweging van te maken. Nog twee. Kantelen. Het heet climbing a tree, deze oefening. Nou, je kunt je er iets bij voorstellen, toch? Je klimt in die boom. Omhoog. Laatste keer. Loop met je handen naar beneden. Armen langs je oren. Strek dat been uit naar het plafond. Pel je hoofd van de mat en loop omhoog. Totdat je rechtop zit en dan breng je je voet op de mat. En dan hebben we natuurlijk nog een andere kant. Dus, je strekt je linkerbeen. Kom goed rechtop zitten. En dan gaan we weer. Kantel je bekken. Loop. 1, 2, 3. Been is naar het plafond. Wijde cirkel met de armen. Pel jezelf. 1, 2, 3. Weer van die mat. Totdat je rechtop zit. En dan gaan we weer. 1, 2, 3. En wijde cirkel met de armen. En 1, 2, 3. Rechtop. En kantelen. We doen er nog 4. Ik raak helemaal in de war van al dat tellen tussendoor met dat op- en afrollen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nog 3. Kantel je bekken. Loop naar beneden. Probeer een soort ritmetje voor jezelf te vinden. Dat helpt bij dit soort oefeningen. Nog 2. En loop. Bij de cirkel. En op. Ja, oeh. Heel goed. Ja, ja. Oké, okay, ik moet mijn best doen. En laatste. En armen langs je oren. En pel je hoofd van de mat. En loop omhoog. Kom nog even goed rechtop zitten. En zet je voet op de mat. Heel goed. Dan rollen we af. En dan breng je je handen in één. Handen tegen het achterhoofd. En dan breng je je benen in tabletop. Dan ga je weer heel goed denken aan onderrug in die mat. Stevig in de mat. Buik is in. Dan brengen we hoofd en schouders omhoog. Je rolt omhoog en dan gaan we naar de crisscross. Linker elleboog naar rechter knie. En wissel. En wissel. En dan proberen we de heupen als een blok beton op de mat te laten liggen. En vooral te twisten vanuit die ribbenkast. En wissel. En wissel. Blijf goed omhoog. We doen allebei de kanten nog 4. 4. Strek je been ver weg. 3. Laatste 2. 2. En laatste 1. 1. Heel goed. En dan leg je alles op de mat. En dan strek je je benen uit naar het plafond. Hoofd houden we bij deze oefening op de mat. Buik houden we in. Dit is een beetje een coördinatie, dus luister goed naar mijn aanwijzingen. Je brengt je rechterbeen naar je toe, je linkerbeen van je af. Dan cirkel je beide benen naar buiten. Dan is je linkerbeen naar je toe en dan komen ze weer naar het midden. Linkerbeen naar je neus, cirkelen en terug. Rechts, cirkel en terug. Links naar je toe, cirkel en terug. Nog 4. Rechts naar je toe, cirkelen en terug. En links en terug. Rechts en terug. Links en terug. Nog 3, 2. En terug. Links naar je toe en terug. Laatste, rechts naar je toe, cirkelen. En links naar je toe, cirkelen. Ja, en dan mag je je knieën buigen. Dan trek je ze naar je borst. Goed gedaan. Dan mag je de knieën weer in tabletop brengen. En dan rol je jezelf omhoog naar je balanspunt. Dus je voeten niet op de mat zetten. We houden ze op. Dan strek je je armen naar voren. En je voeten zijn ter hoogte van je knieën. Zoveel mogelijk. En dan is het alsof je een balletje tussen je handen hebt. Een kleine strandbal. En die brengen we naar links. Midden. Rechts. Midden. Links. Midden. Rechts. Midden. Links. Rechts. Nog 4. Hou vol. We zijn er bijna. 3. En 2. En 2. En laatste. Laatste. En dan mag je je voeten op de mat zetten. En dan mag je even afrollen. En dan breng je je armen langs je oren. Voetzolen tegen elkaar. Laat je knieën maar even
helemaal openvallen. Strek je armen maar even langs je oren weg. Dus je maakt jezelf eigenlijk helemaal lang. Adem even diep in en uit. Dan lift je je knieën een beetje omhoog en dan kom je eigenlijk een soort van een beetje op de punten van je tenen. Dus je voeten zijn nog wel tegen elkaar, je tenen, maar de zijkanten voeten van je voeten zijn niet meer op de mat. En dan ga je jezelf met een beetje vaart omhoog rollen van de mat. Inademen, uitademen, omhoog. Keurig. Strek je benen uit en buig nog even lekker naar voren. Dit was je laatste oefening. Even stretchen, stretch die rug maar. En dan rol je omhoog. En dan kom je in de kleermakerszit zitten. Dan breng je je armen opzij. Dan breng je op een inademing je armen omhoog naar het plafond. Kijk maar naar je handen. Handen komen samen. Dan breng je je handen voor de borst. En dan maak je een buiging voor jezelf. Omdat je deze workout gedaan hebt. Je hebt het erop zitten. Je hebt je buikspieren goed aan het werk gezet. Ik hoop dat je het een fijne les vond. Als dat zo is, geef hem dan een duimpje omhoog. En wil je geen enkele les van mij missen, abonneer je dan op dit kanaal, want er komt iedere week een nieuwe les online. Ik hoop je heel graag een volgende keer weer te zien. Fijne dag!